Welkom terug bij Mountain Taki. You clean your windows, you wash your clothes, but you forget to wash your mind. En ja, gedachtegoed van de oprichter van de stichting waarover we nu gaan praten, hè, Stichting Art of Living. En we hebben uitgenodigd de heer Steve Girdari. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Girdari en welkom bij Mountain Taki. Stichting Art of Living, wat voor stichting is dat nou precies? Heel mooi gesteld eigenlijk, dat is de essentie. Ja. We zijn een vrijwilligersorganisatie, een van de grotere in de wereld, actief in 150 landen. Ja. En de gedachtegoed is in een nutshell een stressvrije samenleving creëren, waarbij we dus een glimlach brengen op iedereen zijn gezicht. Okay. En op welke wijze doen jullie dat allemaal? Proberen jullie dat te doen? We zijn twee belangrijke pijlers. Eén zijn cursussen, programma's, zelfontwikkelingsprogramma. En tweede, dat zijn projecten. Service projects. Van alles. Het kan zijn, kan te maken hebben met iets doen voor de ouderen, iets met milieu, iets met waterzuivering, van alles. Oké. En hoe lang bestaat die stichting in Suriname? In Suriname is het dit jaar 21 jaar. 21 jaar. Ja. Zijn er vele mensen aangesloten via Surinamers? Ja, nou, pakweg 20.000 mensen hebben al een programma gevolgd in Suriname. En binnenkort starten jullie met een happiness programma. Klopt. Goed, vertel ons meer daarover. Nou, eigenlijk happiness. Het is een cursus, no? Is een... Precies, okay. Het is een driedaags programma. Het spreekt eigenlijk voor zijn happiness. Dus het gaat over geluk. En vaak als we aan geluk denken, dan denken we aan iets dat. We koppelen het aan iets. Hè? We ervaren geluk doordat we een studie afmaken, goed functioneren aan het werk, een goede relatie hebben. Ja? Maar iedereen wil dat, hè? Eigenlijk, ja, precies. Iedereen kent dat eigenlijk, toch? Als we over geluk praten, is het alsof we tegen een Eskimo zeggen van, ken je ijs? Weet je wat ijs is? Dus het is overal. Geluk is er. Maar wanneer we praten over happiness in de happiness program, hebben we het over een geluk waar wij de bron van zijn. Dus iets in ons. En we leven in een moeilijke tijd. Extra moeilijk. En vandaar dat we het gemeente hebben om nu al naar buiten te treden in januari al. En om dit programma dus eigenlijk aan te bieden nu al. En waar willen jullie naartoe met het programma? Nou, zo is dus ons doel een stressvrije samenleving creëren. Althans een bijdrage te leveren daaraan. En kijk, er zijn drie. We zijn net gestart met het nieuwe jaar, 2019. En iedereen voornemens. We hebben allemaal een reflectiemoment gehad, u ook. En we hebben nagedacht over het afgelopen jaar. Wat is goed te gaan, wat is minder goed te gaan. Wat hebben we gerealiseerd voor onszelf en voor de samenleving. En wat willen we voor het komend jaar gaan doen. En er zijn een paar belangrijke pijlers. Eén is, ik denk dat we allemaal voor het komend jaar tenminste onze gezondheid in orde willen hebben. Onze gezondheid behouden of verbeteren. Is een essentieel ding om alles te doen. Als we niet gezond zijn, kunnen we helemaal niets doen. Absoluut. En ten tweede is, als we gezond zijn, dan is het tweede wat we heel veel doen, is menselijk contact hebben. Met onze partner, man, vrouw, neef, nicht, vader, moeder, kinderen, collega's. Menselijk contact is zo belangrijk. En ook daarin moeten we skillful zijn. We moeten tools hebben om te gaan in relaties, om die relaties te benutten. En derde is, eigenlijk doelen nastreven. Dus iedereen heeft zijn eigen doel. Studie afmaken, perfectie hebben in je werk, in relaties. Dus deze drie dingen zijn heel belangrijk. En eigenlijk als we dus zodat stress bij komt kijken, gaan alle die dingen eronder lijden. Een storende factor dus. Precies. En vooral bij de voornemens kan je dus dit meenemen, dan komt de Art of Living in place. En dan kunnen wij een bijdrage leveren aan het verminderen van stress in je leven. Ja, oké. En het is dus de bedoeling dus dat jullie participanten gaan leren hoe ze met deze drie zaken, of deze drie zaken kunnen bewerkstelligen, of welke wijze, en hoe ze stress kunnen voorkomen. Klopt, inderdaad. Okay. Zoals ik zei inderdaad, de stress is een storende factor en deze drie dingen raken beïnvloed. Je relaties kunnen minder gaan door stress. Je gezondheid kan ook minder worden, je kan ziek worden. En ten derde kan je ook problemen krijgen bij het realiseren van je doelen. En wat is stress eigenlijk? Stress is niets anders dan gedachten. We hebben allemaal stress, het is zo common. We zeggen zo vaak in de volksmond, ja, je hebt nog stress. Maar ik heb het over stress, dat eigenlijk soms een gezonde trigger kan zijn om te succeden, maar in een bepaalde mate niet goed is voor ons. Dus, en dat is eigenlijk zijn dat veel gedachten die we hebben, negatieve emoties. Maar je kan stress niet
verminderen door te zeggen van no stress. Mm-hmm. Want als ik tegen u zeg van meneer Groenewoud, word niet boos. Ja. En je bent al boos. Ja. U weet zelf wat er gebeurt. Dus een emotie met een emotie verminderen, of laten we zeggen een gedachte met een gedachte verminderen, mm-hmm. word niet boos. Mm-hmm. Werkt vaak averechts. Dus er is een hele praktische manier eigenlijk, dat is de ademhaling. En hoe doen we dat? Er is een verband tussen de ademhaling en je emotie. Mm. Als je boos bent, adem je op een bepaalde manier, heel snel. Ja. Als je verdrietig bent, ook op een bepaalde manier. Als je blij bent, heb je korte ademhaling. Je adem bijna niet uit, heel kort. Dus door de ademhaling juist in te zetten, kunnen we deze emoties beïnvloeden en de gedachten verminderen. Dus de belangrijkste tool die we aanbieden is de ademhalingstechniek. Mm-hmm. Hoe kun je op de juiste manier ademhalen om de stress, dus eigenlijk de gedachten en de emoties te verminderen. Ja. En dat is dus de basis voor alles. Want als je rustig bent, kan je beter je relaties overwegingen maken aan het werk. Met je kinderen, mm-hmm. je partner. Ja. Ja. En dat is dus wat jullie gaan doen. Wanneer gaan jullie precies dit programma of deze cursus starten? Ja. Dus onze eerste voor dit jaar is komende donderdag. Dat is 31 februari, januari. Januari. Ja. Mm-hmm. Tot en met 2 februari. Mm-hmm. En dat is om 6 uur. Aan de Picassostraat 113. Ja. Voor wie is het bestemd? Voor een ieder vanaf 18. Mm-hmm. Vanaf 18, ja. We hebben speciale cursussen voor kinderen, maar voor vanaf 18 jaar hebben we dus de Happiness Program. Ja. Ja. En is dit het wat jullie alleen doen als stichting? Nee, ademhalingscursussen. We doen projecten zoals ik zei. Mm-hmm. En dit jaar doen we dus projecten in verband met milieubewustwording. Okay, heel belangrijk, daarover is er net ook gepraat. Mm-hmm. En we hebben drie. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Ja, dus kijk, milieu. Heeft milieu ook iets te maken met de mens zelf? Op welke manier? Ja, dus milieuvervuiling vindt op verschillende manieren plaats. Mm-hmm. Vaak denken we al, het meest concreet is natuurlijk dingen zoals plastic, afval. Mm-hmm. Dat we bewust worden dat het land, dat de duel van ons is. Hè. Vaak denken we, soms hebben we de neiging om iets uit ons auto te gooien. Maar waar gooi je dat ding? Het is ons land. Het is ons grond. Toch? Maar het stukje verbondenheid is er niet. Hè. En we hebben ook milieuvervuiling in onszelf hier. Mm-hmm. Dus er zijn verschillende aspecten en het is een hele belangrijke bewustwording. En milieuvervuiling is eigenlijk een gevolg van het niet bewust zijn dat dingen tot je behoren. Ja. Want je gaat nooit op je erf vuilnis gooien overal. Je hebt een vuilniszak, een vuilniston. Maar je doet wel op straat, uit de auto, omdat je denkt dat een stukje grond daar niet van jou is. Mm-hmm. Dus in het kader van dat willen we dus de mensen bewust maken met een drietal projecten. En een van ze is dus een campagne waarbij we tassen gaan aanbieden aan de samenleving. Dat we dus eigenlijk plastic zakken die we dus eigenlijk bij de Chinees halen, dat is eigenlijk overbodig. Soms vragen we voor een fles soft of plastic zak. Klopt helemaal. Dus die bewustwording is heel belangrijk. Ja. Geweldig. Goed, heel veel succes toegewenst met de stichting. Dank je wel. En laten we hopen dus dat er heel veel mensen erop afkomen om die cursus te volgen. Dankjewel. Dankjewel. De heer Steve Girdari van de stichting Art of Living hadden we vandaag in deze aflevering van Maand in Takkie. Het lijkt wel een milieuprogramma vandaag. Hè? We pakken even een break en zijn zo dadelijk bij u terug.